Glasvezel. Ze hebben er in de Kop van Overijssel lang op moeten wachten. Maar na 6 jaar touwtrekken gaat ook het laatste stuk van Overijssel voorzien worden van een snelle internetbekabeling. We gaan door heel de Kop van Overijsselijn met 900 kilometer gaan we graven. In een tijdbestek van 1 jaar. En dan gaan we in het buitengebied, alle woningen eigenlijk van het buitengebied, gaan we aansluiten op glas. Ja, heerlijk. We zijn eindelijk zover dat het nu echt en dat de mensen dus die op platteland wonen ook echt ervan gaan genieten. Want dat is waar we het voor doen. Om de investering van ruim 20 miljoen euro mogelijk te maken, moest 50% van het aantal inwoners en bedrijven zich aansluiten op het glasvezelnet in de Kop van Overijssel. Het treft op het ogenblik nog 4200, maar we hebben een bundeling van 6800. Dus we verwachten eigenlijk dat er nog meer mensen zich gaan aanmelden in het hele gebied. En dat komt helemaal goed. Het was niet moeilijk om mensen over te halen. Er is dringend behoefte aan snel internet. Als ik praat over de ondernemers op het platteland, en dat zijn natuurlijk heel veel agrariërs, die hebben daar eigenlijk dagelijks mee te maken doordat ze communiceren moeten met de leveranciers of met adviseurs of wat dan ook. En dan moeten ze hun gegevens van hun bedrijf overbrengen. En dat is het grote probleem. Scholieren in het voortgezet onderwijs, die moeten ook wel eens het een en het ander opvragen. Wanneer die toevallig op een boerderij wonen, dan krijgen ze ruzie met pa. Want pa heeft de computer ook nodig om de gegevens door te geven aan de melkfabriek of de veevoederfabriek en nog een andere. Dus dit is een hele grote vooruitgang die wij hun van harte gunnen. Dat het dus nu lekker snel straks zal gaan, dat is gewoon een winst, tijdwinst van hier tot Gendel. De inwoners van het gebied zijn blij dat de kogel door de kerk is. Toch moeten ze nog even geduld hebben. Want de aanleg van het glasvezelkabelnet in de Kop van Overijssel gaat zeker 1 jaar in beslag nemen. Dat klopt. We hebben te maken met verschillende gemeentes. We hebben hier een grondslag eigenlijk van Berm. Nou, we komen ook tegels, klinkers tegen en... Ja, het is een hele opgave. We gaan een werkstroom bouwen van zo'n 20 kilometer in de week. En 1 jaar lang. Dus we hebben wat te doen.